0-2. Dag Lars. Dag Janko. Een fijn weekend gehad, rustig. Niet zo heel rustig. Gisteren moeten werken in volle Evenepoel mania. Dus ik wist wat gedaan gisteren. Ah, oké. Het was druk genoeg. Ook met een rood petje, Lars? Nee, niet met een rood petje. Een rood t-shirt? Ook niet. Rode onderbroek? Niks. Een rode pin, al die fouten uit de krant mee, halen. Lars? Nee, ik ben niet mee. Nee, maar dat is oké. Enige afstand is wel leuk. Zeker wel, want het is ook de taak van de journalist. Ja, voilà. Word jij volledig mee, Frank, met de Remco mania? Ja. Ik heb al veel gekeken naar de Ronde van Spanje. Ja. Okay. Het is een zeer sterke prestatie, is maar 22. En ja, nu naar de grotere rondes, hè, want dat is natuurlijk de vergelijking. Want ik vraag me dan altijd af, wat is nu de grootste prestatie, die van Evenepoel nu, of die van Van Aert in de Ronde van Frankrijk dit jaar? Dat weet ik niet. En nee, we moeten dat misschien ook gewoon niet vergelijken. Ja, is het geen retorische vraag? Nee, ja, dat is zoals pijlen met Cruijff vergelijken. Dat vergelijken geen zin. Cool. Grote namen wel. Het is allebei straf. Ja. En nu moeten ze samen naar het WK. Dus dat wordt boeiend. Maar Evenepoel rijdt ook de tijdrit wel. Hè. Ongeveer een week voor de wegrit. Ja. Dat doet Van Aert dit jaar niet. Zondag al, denk ik. Ja, dus dan wil ik toch... als hij zich nog één keer kan opladen, want hij is natuurlijk, hij heeft een enorme motor. Hè. Dat blijft wel fantastisch. Maar ik wil ook even zeggen, er is ook een nieuw fenomeen in de tenniswereld. Hè. Ja, Alcaraz. Carlos Alcaraz. Ah, ja, 19 jaar, nummer 1 in de wereld. Grand Slam gewonnen. En hoe die speelt, die slaat zo hard, die is zo snel. Fantastisch een tennis. Ja. Echt fantastisch. Dus dat in Spanje hebben ze buiten de Ronde van Spanje nog wel iets te doen. Dat snap maar ik. Dan heb ik nog Juan Carlos die op dieren jaagt. En zo, maar niet. Maar, en niet alleen ook op dieren, dat in Spanje, maar, ja. Vroeger ook nog andere dingen. Van andere maar, dingen maar. Die Alcaraz is echt fenomenaal, ik moet zeggen. Die spelen ook geen defensief tennis meer, hè, zoals dat 100 jaar geleden was. Dan ging de bal zo wat over en weer, maar nu meppen die erop. Ja. Maar die mep nog harder. Dan en die heeft, ja, en die generatie, ja, het is gedaan. Federer, Nadal. Nadal kon nog even meepompen, maar dat is ook stilaan. Dat gaat gedaan zijn. Maar het is fantastisch wat hij allemaal gepresteerd heeft. Federer, mooiste tennisser aller tijden misschien. Qua slag. En nu, die in Alcaraz is echt fenomenaal. Zou dat familie zijn van Antolin? Nee, ik denk het niet. De verdediger van club. Het is een Spanjaard. Dit is echt wel een Spanjaard. Carlito. Carlito? Carlito. Zoals Janko is er ook Carlito. Jankito. Dat klopt. Jankito bestaat ook. Ja, in de familie wordt dat gezegd. Echt. Je had wel alles verkleind in Spanje. Niet alleen het Nederlands heeft veel verkleind worden, maar ook het Spaans. Inderdaad. Helemaal waar. Koers, tennis, nog een sport die we willen bespreken. Nee, maar dat wou ik even zeggen. Ja, tuurlijk. Dat Carlos, was ja, Carlos, Carlito. Carlito, Carlos Alcaraz. 19 jaar, hè. 19 jaar, nummer 1 in de wereld. Dat is... Op de covers van de Spaanse kranten vandaag. Ja. En niet Remco Evenepoel. Nee, dat is gewoon zo, ja. Dat is ook normaal, hè. Niet en Pogacar, ook gewonnen, hè. In Canada. Ja. Dus hoe oud is Evenepoel en hoe oud is Pogacar? 22 allebei. Ja, wat heeft Pogacar al gedaan? Een tour. Ah, ja, een tour gewonnen. Twee keer zelfs. Ik denk dat je punt gemaakt hebt. Voetbal. Voetbal. En wel nu. Want de mensen van Ladbrokes die vragen zich af wat er te onthouden valt van het afgelopen voetbalweekend. Zijn die mensen van Ladbrokes? Die zitten nu echt allemaal te denken. Tuurlijk, die hebben al berichten gestuurd en al. En vertel het ons, wat er is gebeurd. Die staan hier achter het gordijn. Die zijn alleen aan het denken. En gaan we die eerst goed of slecht nieuws bezorgen, die mensen van Ladbrokes? Oh, slecht, hè. Slecht een nieuws. Beetje de aard van het beestje, hè, denk ik. Ja, ja, beter goed eindigen. Voilà, kijk. Dat zullen we proberen. We begrijpen elkaar. Stel ik voor dat we met Anderlecht gaan beginnen. Ja. Want daar was dit weekend wel... heel slecht nieuws. Ja, het smult daar een beetje. Het is een, ja, als je 1 op 12 haalt, dan smult het altijd bij Anderlecht. Ja. Natuurlijk, ze zijn het wel een beetje gewend. In de Company-periode waren er ook van die streaks van matchen dat het ook minder ging. Hè. Ja. Maar je ziet dat het moeilijk is om de trein op de sporen te krijgen. Het is een ploeg die, denk ik, vooral te weinig power heeft. Okay? Te weinig intensiteit, duels. Bobby. Het zijn allemaal goede voetballers. Hè? Want je kunt er zo 7-8 opnoemen. En nu Deranville is de laatste in de rij. Maar het is vooral de manier waarop. Hè? Dus gisteren verloren tegen Westerlo. Kan eens gebeuren, maar het is vooral zo dat gebrek aan... Ja, er is zo de hegemonie ontbreekt ook een beetje. Dat zijn echt allemaal goede voetballers die altijd in veel kernen van ploegen zouden meedoen. Maar het zijn er zoveel tegelijk, vooral aan middenveld. Ja, Samuel Konga, die stond daar ook. Dat is ook zo'n beetje dat type. Dat is nu wel een hele goeie. Maar toch, bij Arsenal gaat dat ook moeizaam. Ja. En dat zijn allemaal zo... Er is iets vrijblijvends aan. Zo. Ja. Die kunnen fantastisch shotten. Dat zijn sympathieke mannetjes. Amuzu, een toffere gast kun je niet vinden. Ja, maar speelt nu al 5 jaar mee. Hè.
Die kan die ploeg niet dragen. Verschaik kan die ploeg niet dragen. Sardella, El Hadj. En nu komen er nieuwe bij. De Basti staat er wel, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk ook een verdediger. En Del Qua is ook niet slecht, maar is ook zo timide aan. Zo. Dan moet je, wie gaat daar het heft in handen nemen? Dan zeggen ze altijd... Trebel, maar die zijn weer geblesseerd. Maar ja, die heeft heeft de wedstrijden waarin hij de ploeg wil op sleep. Ja, die kan zo wel iets geven, maar lopen deed hij ook niet. Hij had altijd de minste loopcijfers. Ja. Dus die wist wel, maar toch viel die op door een soort, de kleur van zijn haar reflecteren een beetje zijn spel. Ik weet niet, die Fabio Silva, die is goed, hè. Ik bedoel, dat is een aanwinst. Mm-hmm. Maar ja, Kouame is weg, Zirikzee is weg. Zirikzee met Fabio Silva, dat had ik wel eens graag gezien. Mm. En Fabio Silva, dat staat dan al op Sportvoetbalmagazine, staat daar dan al direct zo. De nieuwe vedette, Golden Boy. En die jongen is daar pas, die maakt een paar goals. En dat is door de nieuwe kid on the block natuurlijk. Hè, dat zo. En Anderlecht heeft dat. Hè. Als die een goeie hebben, dan is dat direct zo wereldklasse. Dat is een goeie, oké, akkoord. Ja. Maar dat is ook normaal. Hè. Ja. Bij Anderlecht moet je zo 5-6 hebben, hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik bedoel, we zitten er toch ver af. En dan komt Vertonghen, dat is goed. Dat is perfect, 35 jaar. Maar achteraan hadden ze nu net wel wat genoeg volk, vond ik. Het is vooral midden en en ja, inderdaad. En die jongens op de vleugels, dat is Amuzu dan. Satiki en Amuzu. Dat zijn goede voetballers, maar die moeten dan leren verdedigen. En dat moet er dan allemaal bij komen. Maar inderdaad, bij Union, om die maar te noemen. Mm-hmm. En die verliezen dan wel gisteren, maar die gaan wel. Hè. Dat is wel een ploeg waar je wil naar kijken. En power en duelkracht en maturiteit, noem maar op. Mm. Als je Sadiki tegen Chadli zag spelen gisteren bij momenten, die duels en zo, dat was gewoon pijnlijk om te zien. Nasser Chadli. Nasser Chadli tegen Sadiki. Dat is nu toch niet de fitste van allemaal. En, nog niet, nee. Maar je ziet dan toch dat gewicht en die ervaring en dat kunnen voetballen ook. Hè. Want het is ook wel voetbalkwaliteit. Hè. De bal opzij spelen en de bal diep spelen, dat blijft nog altijd het moeilijkste. Hè. Ja, ik vond vooral heel weinig spelers hun verantwoordelijkheid opnemen. Ja, maar dat is zo wat doorduwen aan elkaar. En weinig durven. En zo hier alleen die Silva die heeft zoiets, maar daar gaat iets gebeuren. Dat is wel zo. Hè. Ja. Maar eer dat ze hem daar kregen, dat duurde wel een tijdje. Het zit in heel de ploeg een beetje. Het was opvallend. Ik vond ook zo, Matsu en Rafailov, die spraken elkaar wat tegen aan de wedstrijd. Matsu moet natuurlijk als coach de boel zichzelf... Ja, uiteraard. Want die zei van... Maar hij wel wel. Ze spelen wat voor zichzelf, zei eigenlijk. Ja, het is geen gebrek aan goede wil, maar Rafailov die zei wel van... Ja, maar die doen wel hun best, hè. Maar het is zo... Ja, ik weet niet. Die dat is raar, En goed vond ik ook weer niet. Nee. Je lijkt mij ook niet goed te varen bij die drie mensen, defensie. Ik heb die altijd beter gevonden in verdediging met vier, voordat hem dus met twee centrale mannen speelt. Ja, natuurlijk. Die rechtstreekse duels. En hij kan altijd beter uitleggen dan hij voetbalt op het veld, vind ik. Want hij gaat dan wel die supporters... Hij gaat die dan wel toespreken. Dat doet hij wel. Heeft persoonlijkheid. En hij was bij Antwerpen ook al. Ja. Maar Vertonghen is er nu bij gekomen. Ik ben toch wel eens curieus wie er met de tijd uit die defensie gaat wegvallen dan. Hè. Want er moet, zeker als ze met vieren zouden gaan spelen. Mm. Want ze hebben eigenlijk niet de vleugelmannen om dat te spelen, dat systeem van 3-5-2. Nee, jawel. Dan moet je echt mannen hebben die blijven de lijn doen en die ook serieus verdedigen, zoals Maxime de Kuyper bijvoorbeeld. Die doet dat wel. Ja, die doet dat wel. En die speelt ook in de Luwte bij Westerlo natuurlijk. Ja. Dat is ook weer anders. Hè. Maar dat kan ook wel het verschil zijn dat Club Brugge en Maxime de Kuyper en Thomas van de Keibus eerst uitleent aan een Westerlo, terwijl bij Anderlecht, Jari Verscharen, Francis Amuzu. Dan komen die nog terug. Dat hoeft ook niet. Als de Kuyper zo blijft spelen, wel weer waarschijnlijk. Misschien wel, ja. Maar wie speelt er ondertussen? Hebben ze daar wel 3-4 linksbacks bij Club Brugge, zeg maar. Ja, dat is waar. Ze hebben Rieke ook al moeten wegdoen, want anders... Ja. Nee, dat weet je nooit of die terugkeren, maar... Die hebben wel een goede scholing gehad enzovoort. Maar of ze dan bij Club Brugge mee kunnen, dat is weer wat anders uiteraard. Ja, en de Kuyper is wel een man van de ruimte en zo. Dat was wel het geval gisteren. Ja. Je zegt nu van, ze hebben eigenlijk niet de spelers om die in 3-5-2 te spelen. Onze collega Jurgen Geril die opperde van, misschien een 4-3-3. Zou daar een oplossing kunnen zijn? Zou kunnen. Maar gaat dat probleem aan power verhelpen? Het zit vooral bij de spelers, het systeem. Ja, maar als je inderdaad Nieuwkoop vergelijkt met de rechterkant, zoals bij Union, of zelfs La Poussin, als deze dan daar heeft, dat is ook een loper. Dat is nu niet de grote krachtpatser, maar toch. Mitoma heeft er ook gestaan, is ook een aanvallende speler, die is nu wel weg. Maar die liepen wel terug. Hè. En Amuzu doet dat ook wel, maar dat is zo toch een beetje tegen zijn natuur. En Amuzu, ik zeg het nog eens, zeer vrolijke, goede speler, maar een ploeg dragen...
ik zie het hem ook niet direct doen. Dat doet, goed doet dat. En Vertonghen zal dat ook wel kunnen. En zo, maar al die anderen, dus zo van... En Rafailov, die met zijn 36, zag je zo'n 37, dat die nog altijd voor de ideeën moet zorgen in de leiding. Dat is ook niet normaal. Hè. Nee, want zo'n Verscharen, die staat er ook al, wat zal het zijn, 4 jaar in. Maar dit seizoen nog geen goal, nog geen assist van een speler op die positie. Is hij wel echt een manco? Ja, om zich geef nu die een bal hier, ik zal eens iets doen. Ja. Of ik dirigeer het hier, nee, dat is moeilijk. Want ze, je moet ook zien, er zijn er nog weg. Hè. Onze Zweedse vriend is daar weg, dan onze Ierse vriend, die zijn allemaal weg. Cullen, Olsen inderdaad. Olsen, nee, zo, allez, ik bedoel, ik zeg niet dat dat wereldvoetballers waren, maar die hadden toch wel heel lang een vaste plaats. En Hashimero, die weer uit blessure komt, en, dat vind ik wel een goeie. Ja? Ja, ik vind hem wel een hardwerkende. Die kan wel voetballen, maar hij valt altijd terug door blessures. En ook echt het bewijzen heeft hij nog niet. Hè. Dat is ook nog niet. Nee, dat vind ik gewoon het lastigste aan dit Anderlecht, denk ik. Dat als je heel die kern bekijkt, lijkt me er wel voldoende kwaliteit in te zitten. Ja, maar één voor één zijn dat goede voetballers. Één voor één. Ja, maar je moet ook zien, Kwame is weg, Sirikse is weg, Olsen is weg, Cullen is weg. Dat is veel, hè. Trebel is weggevallen. Ik bedoel, dat is veel, hè. Dat is veel, hè. Ja, maar bij Club Brugge... is er ook veel weg en dan lijkt het wel beter te draaien. Ja, maar dat is al een hele grote kern. Mm-hmm. En er waren ook veel die amper meededen. Hè, die weg. Ja, er zijn er wel weg. Ja. De Ketelaren vooral, uiteraard. Ja. Lang is geblesseerd. En Wie kennen moet ook nog terugkomen, maar ik denk dat dat daar vooral een feit is, dat er al een structuur van en de aanvoerder is verdwenen. Hè. Er zit zelfs niet meer op de bank. Wel, maar daar kun je eigenlijk, zijn dat allemaal... onderling in wisselbare stukjes geworden bij Club. Ja. Ze hebben toch dubbele bezetting overal. Engel, ze hebben Henry, die konden ze ook vlotjes wegdoen. Mm-hmm. Maakt allemaal niet zoveel uit. Hè. Nee. Ze hebben nu Silla, Ruud, Vormer. Hè. Dat vind ik wel... Ik vind er iets zeligs aan. Zo. Die mag zelfs niet meer mee op de bus naar Serain. Dat is wel gedaan, Ruud. Je bent onze beste vriend nog. We zullen de pre wel betalen, maar voor de rest... Ja. Maar had hij naar een andere, of was hij moeten weggaan? Had hij een andere ploeg moeten zoeken? Ik weet het niet goed. Het is moeilijk, hè? Het is zeer moeilijk, hè. Kan nog een jaartje blijven en een absolute legende worden. Of je kunt gaan afzakken. Ja, maar bij Zotewaaiums, zeg, Club Brugge. Ja, dat is dan ook een beetje... Allee, begin maar, hè. Dat is niet makkelijk. Hè. Nee. Dat is echt niet makkelijk, hè, want het loopvermogen is dan ook minder, hè. Ja. Hè, maar het is echt wel van, ga maar, Ruud. Ja. Het is mooi geweest. Het is mooi geweest, want komt misschien in de club een andere functie. Ja, het is dat. Anderlecht verloor dan wel, maar eigenlijk hebben ze dit weekend dat ook een klein beetje gewonnen met Remco Evenepoel, die de voetbal hebben. Dat blijft zeggen, een product van Anderlecht. Dat is iets dat mij al even langer opvalt en een beetje jeuk bezorgd is. Dat claimen van, kijk eens, made in Neerpede. En eigenlijk is hem in een beste jongere de afgelopen weken. maar je ziet dat heel vaak, dat bij elke winst of bij elke... Dat bij elk succesje. Dat daar wordt. Ja, daar hij heeft er natuurlijk gespeeld, maar hij heeft ook bij PSV gespeeld. Die hebben het ook gedaan, die tweeten ook. Die hebben het ook gedaan, maar ik zei het hier. Thibaut Courtois is nu zijn beste vriend. Ja, dat komt goed. 2 jaar geleden heb ik hem eens geïnterviewd voor de Flandrien en daar ging het er ook over. En ik zei van, hoe voelt dat voor u of hoe komt dat bij u binnen dat eigenlijk een ploeg waar jij ze doorgestuurd. U toch wel een beetje gebruikt als jij iets goed hebt gedaan. En hij zei ook van, ik zie die tweets ook passeren en ze moeten niet doen alsof het hun verdienste is dat ik plots supergoed met de velo kan rijden. Ja. Want uiteindelijk ben ik daar wel aan de kant. Dat gebeurt wel vaker. Hè? Dat gebeurt zeer vaak. De beelden bijvoorbeeld, is gouden schoen ooit geworden. En hij mocht dan gaan spreken in een school waar hij ooit was doorgestuurd. Dat is toch vaker dat de directeur kwam eraan met zijn... grote sportwagen. En dat is dan zo'n moment zo van, kijk eens aan, ik heb het gemaakt, maar hij was wel in die school ooit weggestuurd. Ja. Dus Remco komt er nu aan met zijn fiets op aan de licht elke keer misschien. Ja, ik hoop dat dat verhaal klopt. Ik zal het nog eens checken. Welke auto dat juist was en zo. Dat weet ik, maar dat is echt waar, maar dat, zo gaat dat, hè. Dan wordt dat allemaal vergeven en vergeten. Hè. Ja, het is dan een beetje de mantel der liefde. En pa Evenepoel... Dat is een diehard van. Want ook in datzelfde interview vertelde Evenepoel dat zijn vader Stuart was. Jij hebt met Remco mogen praten. Ik heb met Remco mogen praten. Dat is onze Thibaut Courtois eigenlijk een beetje. Het was ook nog voor dat... Nee, hij was al vrij bekend. Jij kent hem al. Ik ken hem al... ik zou zeggen, ik ken hem al 25 jaar, maar dan val ik wel door de mand. Dat is fout, 22, maar nog geen een tour gewonnen. Nee, het is dat. Maar zijn pa is Stuart en die was mee als voor de bezoekende fans op Club Brugge in te tomen. Maar dat was dat jaar dat de Anderlecht-fans daar het Jan Breidelstadion
hebben afgebroken, ah, echt ja, met zitjes zijn beginnen smijten. En pa Evenepoel heeft dat meegemaakt als steward. Ja. Dus ik vroeg aan Remco, ik zeg, ja, wat doet hij dan? Want die mannen begonnen op het veld te lopen en ja, zijn oranje frak uittrekken en meedoen. Hè. Dus ik heb het niet gehoord. Als steward. Moeten we dat niet knippen dan? Remco zal vandaag van je luisteren. Hij heeft dat zelf verteld en okay, we hebben dat integraal mogen uitzenden, maar ik vond dat wel een grappig verhaal dat een steward geweest zijn vest trekt en gewoon gaan meeknokken op dat veld. En hij is toen een tijd lang niet meer mee mogen gaan, uiteraard. Of hij mag sindsdien, mag pa Evenepoel niet meer binnen in Jan Breidel. Het was zo. Dat is nu raar. Dat is nu zeer bijzonder. Ik heb het niet gehoord. Nee. Max Verstappen, moeten we het daar ook niet over hebben? Want die heeft gisteren ook weer gewonnen, hè. 10e keer dit seizoen. Ook een fenomeen, hè. Ja, dat is nog... Hè. Dat is ook, ieder land heeft zo... Ik moest dan kijken, Westerlo Anderlicht of Formule 1. Ik heb het aan beide bekeken, op mijn iPad en op tv. En dan moest ik mijn aandacht verdelen, maar het is toch wel straf van Max Verstappen. 7e gestart en zo. Allee, okay. Maar Westerlo was ook straf. Goeie noten. Allee, nu dat je toch over Westerlo Anderlicht begint. Maar Westerlo is altijd, ik kwam er altijd graag. Ja. Het Kuipje. Waarom? Omdat, ja, klein, gezellig, provincie, nee, tof. Beetje zoals Shotcast, klein, ja, gezellig. Goed. Op het gemak. Nee, maar... Nee, ze waren wel goed gisteren. Allee, vooral maar voor ja, die, rust, vond ik, de hoek en zo, dat kun je niet anders dan veel sympathiever hebben. En vooral, ja, het was nu 2-1, maar ik denk maar dat ze de rust... Het kwamen uit de 0 op 9, geloof ik. En, ja, dat was een diepje gehad. Want ja, voordat je het weet, daaronderaan, dat wordt echt wel... Hey, ik heb het hier al vaak gezegd. Dat wordt pas interessant. Die drie dalers. Het wordt daar warm. Hè. Het staat er allemaal, Cercle Brugge, Zoltewaarium. Kortrijk, Serijn. Ja, er zijn kandidaten. Ja, maar ja, ze wint drie keer en je bent weg. Hè. Nee, dat is waar. Ja. Of twee keer. Ja. We hebben zijn naam er juist al eens laten vallen. Nasser Chadli maakte wel nog een indruk, ondanks dat hem nog niet volledig fit was. Dus 2K wenkt. Ja, maar serieus. Zo gaat dat. Roberto Martínez zat gisteren in de tribune. En dat is niet voor Maxime de Kuiper. Ja. Dus verfrischaar, ja, dat wordt dan gesuggereerd, maar... Maxime de Kuiper. Ja. Maar iedereen is international, hè. Dus Wout Vaals, dat is al een rode duivel. Hè. Die heeft toch eens meegedaan. Dat zijn allemaal rode duivels al. Hè. En zo Dante van Zijl ook. De rode duivel, zeggen ze dan al vaak in de krant. Ja, voor mij is dat nog niet echt een rode duivel. Geen vaste waarde. Nee. Trossard, oké. Ja. Hij heeft al een paar keer meer meegedaan, maar uiteindelijk ook nog niet in een groot toernooi kunnen tonen, omdat hij natuurlijk niet was opgeroepen toen. Ja. Dus stel je dat voor, een speler van Westerlo als rode duivel naar het WK. Was dat toch een unicum? Is dat al gebeurd? Ik heb eens opgezocht. Westerlo heeft ooit één Tony rode Bronje? Duivel... Honderd voor de vraag is gesteld. Ja. We zijn er al. Tony Bronje heeft 7 interlands. En Koen Burg, dat kon niet, want het was een Nederlander. Ja. Goeie kon shotter, echt, kon enorm voetballen. Ja. Ook gescoord in die 6-0 tegen Anderlecht. Dat was Tom de Nijl, maar dat was zo middenveld, zo de Pirlo van Westerlo. Ja, is ook wel nadien met de omkoperij in een aanraking. Serieus? Ja, die is ooit problemen geweest. Ja. Oei. Matje verkort, dacht ik. Ja. Zoek het maar eens op. Ik zal het Nederlander eens opzoeken. Ja. Nee, maar ik zou het Nasser Chadli wel gunnen. Met een C. Ja, ja, ja. Ah, serieus. Ja. Nee. Je zei Nederlander of je zei het niet, natuurlijk. In Nederland is dat vaak met een C. Nee, nee, maar ik zou het Chadli wel gunnen, omdat ik vond dat er na het EK zo een negatief sfeertje rondhing. Met, ja, met die invalbeurt tegen Italië, dat hem direct geblesseerd uitviel, ja, denk en, ik. Ja, maakt daar bijna een goal. Hè. Alleen Lukaku. Dat is, nee. Maar ja, Chadli is natuurlijk wel vaak geblesseerd. Hè. Ja, dus bij Anderlecht heeft hij een goede periode gehad, maar de helft van de keren deed hij niet mee. Nee. En hij is nu wel 2 jaar ouder ondertussen nog eens. Maar Chadli kan voetballen, hè, en heeft ook dat lijf. Polyvalent ook. Ja. Als je die meebrengt naar het WK. Maar nu het WK. Maar ik bedoel, dat toch, zou toch straf zijn. Hè. Als hij nu echt een keigoed half jaar speelt bij Westerlo, ja, waarom Westerlo, niet natuurlijk. Hè? Ja, het is maar Westerlo, maar, ja, maar ja, wel Westerlo dat wint van Anderlecht. Ja, en ook. Ja, ja, ja. Wie weet wie gaat er mee van Anderlecht naar het WK. Hè? Als ik er zo over nadenk, kan dat er niet veel zijn, denk ik. Misschien Jari Verschaar, want die ligt wel in een heel hoge schuif. Ja, die moet al veel misdoen. Hè, om naar 2K mee te gaan. Dat zou ook heel straf dat zijn. Dat lijkt me heel straf. Zijn vormcurve nu is niet goed genoeg. Ik weet het niet. En er gaan er maar 26 mee. Nooit, hè? Hoeveel gaan er mee? 26. 26 al tegenwoordig, ja, dat is waar. Er zijn er 3 bijgekomen sinds corona. Hè? Ja, dan kan iedereen mee eigenlijk. Hè. Mee op kunnen, kunnen wij misschien 26, nog mee? Ja, ja. Misschien ja, natuurlijk. Er zijn kant. Ook meer wissels enzovoort. Enzovoort, ja. Ja. Al wie oliedollars heeft, mag mee, zou Wil Tural zingen. Nou, ik dacht dat Koen Burg zoiets. Nee, maar ik heb het wel eens opgezocht. Ik wist zelfs niet dat het voor wedstrijdvervalsing of verkopen van wedstrijden bij Westerlo zelf was.
Dat ja, hij, is het juist, ja. Het klopt volledig. Dat er een paar honderd mijn harde schijf hier ergens vanachter. Ja? Maar het is geen draaiend, het is een SSD-schijf. Dus een fichenbak. Voor een paar honderden euro's heeft hij wedstrijden van Westerlo verkocht op aanvraag of onder lichte dwang van ene Chris J., een bekende drugscrimineel. Zijn ja, maar dus dat was een beetje zo, zo is zijn carrière is nogal, zo, nogal dof geëindigd, zal ik zeggen. Een beetje jammer, want hij kon echt fantastisch voelen. Hij is ontslagen bij Sint-Truiden, waar hij toen aan de slag was. En hij is dan voor 3 jaar geschorst geweest. En hij is daar jaren later nog eens op teruggekomen. En hij zei, ja, de verrassende woorden, dat zal me altijd blijven achtervolgen. Ja, want, allee, dus... Nee, maar ja, ja, ja. Er zijn vele verhalen in het voetbal. Ja, daarvoor zitten we hier. Daarvoor zitten we hier. Koenburg. Voilà. En Jos Heilige was toen coach. Bij ja. Die, ja. Ja, Tony Bronjo. Ik ken die eigenlijk vooral van zijn periode bij Charleroi. Maar dat zal een nee, mijn leeftijd te maken hebben. Hij heeft bij Westerlo gespeeld. Ja. De broer van Dante, die eigenlijk, Dante, dat is het icoon van Sporting Charleroi, is Dante Bronjo. Ja, langs nog een tyfo gekregen van de supporters. Tyfo, en ja, Dante is zo. Ja. En ik weet nog goed, Tony Bronjo die ging eens bijna mee naar een of andere EK of WK. 2000. Onder leiding van Wasseijs. Ja. En werd dan uiteindelijk niet geselecteerd. Ja. Zat wel in de ruimere selectie. Maar er waren dan 3 of 4 afvallers. En daar was Tony bij. En vanaf toen heeft Dante nooit meer tegen Robert Wasseijs gesproken. Oh, okay. Want er waren wel goede kennissen vandaag in Wallonië. Is hij ooit nog snel een trainer dan geworden? Nou, ja, die zullen wel. Nee, stond daar niet, maar bij Charleroi misschien. Ja, die kennen elkaar wel goed. Ja. Ja. Maar dan was Dante boos op Robert. Mooi. Maakt dan mee, zeg. Ja, dat is aan betaald natuurlijk. Dat is goed. Niet geselecteerd. Ja. Maar Tony Bronjo was hij ook nog bij Beerschot gespeeld, zeker, Tony Bronjo. Hè? Dat ga ik direct eens opzoeken. Ook een zoon van een van de twee. Sedan is Sedan. Gezeten. Hè? Sedan. Ja. Mijn moeder had een tante die heette Sedania. En had die ook heel grote voeten of zo? Nee, mijn moeder, haar meternaam was Sedania, omdat dat de meter was van mijn moeder. En die was genoemd naar de slag van Sedan. Ah. Dat is ooit een slag geweest. Hè? Amai. Belangrijk. En daar is was mijn onkel Waterloo ook in orde. Dat is echt waar. En op het gemeentehuis zeiden ze, Sedania, dat kennen wij niet. Ja. Toen mochten alle namen nog niet zo... Allee, toen werden veel namen geweigerd op het gemeentehuis. Hè? Dus, ja. Ja. Ons vader heeft dat ook meegemaakt. Ja, ja die heet Juri. Nee, die heet Juri. Ja. Maar dat mocht in die tijd niet, omdat nee, dat nog te dicht bij het communisme en zo was. Ah, ja, okay. En die hebben ze dan Jorgen genoemd, maar iedereen noemt je wel Juri. Ah. Nee, maar vroeger was dat echt streng, want als daar geen voorbeelden van waren, of stond niet in het boek dat ze daar hadden, dan naam afgevoerd. Mijn moeder die heeft als tweede naam Rosé, wat eigenlijk Roos moest zijn in het Frans. De Congolese ambtenaar heeft zich vergist destijds. Ze is in Congo geboren en ze wilde Roos, dus R-O-S-E. Rosé. Maar die heeft daar een accent op gezet, dus mama is eigenlijk een wandelende wijnfles. Maar allee, wat niet zo is, het is een zeer braaf helemaal mens. Niet, nee, nee. Tony Brunje, Sporting Charleroi, Olympique Charleroi, Westerlo, Sedan, weer Westerlo, weer Charleroi, OH Leuven en weer Olympique Charleroi. Dus Beerschot, dat is een vergissing. Dat is een vergissing. Dat is een dacht ik, had u zo laten zeggen. Maar hoe heet de zoon weer die bij Beerschot heeft gespeeld? Vorig seizoen nog, volgens mij. Of zijn zoon, ja, dat zou kunnen. Dat is een zoon van een Bronjo, sowieso. Een zoon van een Bronjo. Een zoon van... Ja. Dat maakt niet uit. Oké, okay, we gaan voort met belangrijke zaken. We gaan over naar serieuze een zoon zaken. Van een Bronjo. Loris. Nee? Loris Bronjo. Ja, Loris, ja, met dubbele L. De zoon... Nee, enkele L. Of volgens Wikipedia. Het is de zoon van Dante. Hugo Loris, dat is met dubbele L. Ja, klopt. Dat klopt. Voilà. Dat is dan weer. We wijken af. Lichtjes. Tijd om het over een andere topvoetballer te hebben. Hè. Ik zat zaterdagavond naar OHL Charleroi te kijken. En iets voorbij het uur, dubbele wissel bij OHL. 2 spelers erin. Mario González en Rafael Holzhauser. Ik pak mijn gsm, ik wil een bericht sturen naar Frank en zeggen, nu gaat het gebeuren. En nog voor ik op verzenden kan klikken, geeft Rafael Holzhauser de assist voor de 2-1. Ja, het is, ja, het is meer... Is het een pre-assist of is het echt de assist? Nee. De 2-1, dat was een vrije trappen. Ik heb daar een doelpunt voor. Ja, Rafa staat er. Hè. Dat is het Rafa-effect, zeg. Ondertussen. Nee, maar ja, dat blijft een fenomenale, wat gedateerde voetballer. Maar ik zie het graag. Ja, en ook wel, ja, luxe invaller. En hij deed echt zijn best om te verdedigen, maar het lukte niet. Nee. Dat kwam zo altijd zo. Ja. Want op zijn is er een slechte paas bijna naar hem. Om dan eventueel nog 2-2 te maken. En hij heeft echt waar, hij heeft alle zeilen bijgezet om naar achteren te lopen. Ja.
En dan weet kan hem wel kwijt aan González nu natuurlijk. Ja. Hij kan hem nu wel kwijt aan González. Ja, wel een goede spits vind ik. Dat is wel, vind ik, bazig. Maar natuurlijk, bevestiging is nodig. Ja, dat is bij iedereen. Ja, dat is normaal. Hè. Maar ja, toch. Ja. Want ze hadden daar geen spits. Hè. Ze hebben een Singi daar zo even moeten zetten om... En die, ja, maar die, dat was eigenlijk een noodoplossing. Ja, maar dat was wel dik in orde. Ja, dat was... Jong talent. Vinnige jongen. Ja. Ja. En González ook wel blijkbaar een sympathieke jongen. Ik ben eens wat gaan opzoeken. Ook dat nog. Blijkbaar, hij wordt gehuurd van Brage. En bij zijn voorstelling daar heeft hem zijn grootmoeder meegebracht. Gewoon omdat hij dat leuk vond voor dat mensje om dat eens mee te maken. Ja, een topper, hè. En hij heeft ook in een interview verteld dat hij een paar atypische hobby's heeft. Okay. Dus hij schaakt. En hij legt heel graag puzzels. En zijn record staat op een puzzel van 6000 stukken. Die is bij een kenner gecheckt bij Lars Godot. Dat is wel stevig, blijkbaar. Puzzel zelf niet zoveel, maar 6000 stukken, dat is wel gigantisch. Alleen een hemel. Ja. Zo, een huisje in de sneeuw. Ja, maar dat is het moeilijkste. Zo'n puzzelen met madame doet dat soms. 6000 stukken, dan moet je een hele grote tafel hebben. Ja, of veel kleine steentjes. Maar dat heb je wel in Portugal. Ken je nog voetballers met zo'n atypische hobby's? Ja, Roberto Baggio die verzamelde klokken. Ja. Echt? Klokken, ja. Wat voor klokken dan? Koekoeksklokken? Koekoeks, allerlei horloges en klokken, ja. Amai. En Gietijs ook, hè. Gietijs. Klokken? Koffiemolens, ook. Pardon. Echt? Gietijs was koffiemolens, ja. Amai. Dit is een appartement toen, stond vol koffiemolens. Berchem? Ja, maar hij is ook wel verhuisd af en toe. Ja, ja, ja. En in twee huizen geweest bij van Gietijs vroeger. En al net, kort voor hij gestorven, is ook een... Dat is heel laat bekend geworden dat hij al langer ziek was, hè, Gietijs. En, maar die verzamelde koffiemolens, ja. Okay. Ja, er zullen nog wel van die dingen zijn. Hè. Ja. Is toch even die slangen, een speler van Club Brugge, die verdediger, linksvoetig, die verzamelde zo reptielen. Van lang geleden? Of, Ja, weet je. Hij is wel, zelfs bij de Rode Duivels in de kern ook geweest, rond het jaar 2000. Ja, ik kan er even niet opkomen. Ik ga ze een beetje een keer... Reptielen. Ik weet, Mary Kersela, die ging vaak sterren kijken, blijkbaar. Dat was die zijn hobby, heb ik eens gehoord. Ja, ja. Amai. Ja, die rijdt soms weg met een auto en gaat dan ergens met zijn telescoop zitten om daar de sterren te kijken. Typisch Mary, hè. Ja. Zo was dat. Zijn laatste match was hij ook sterren aan het kijken. Ja. Een stervenballer, gelijk te zeggen. Gevallen ster. Ja. Kom altijd dat... kijken op standaard, hè. Zo, geen ploeg, maar het is toch wel aanwezig. Met zijn telescoop. Schudt iedereen de handdoeken, zo. Dat is zo. Komt kijken, zo is uit de kern gezet, maar het maakt hem allemaal niet uit. Zo. Dat is typisch medekracht. Zo verdiend, hè. Soms een telescoop maar kan onderhouden. Onthecht. Ja. Ik heb eens opgezocht voor internationale vedette. Petr Cech, dat was blijkbaar, of is blijkbaar, een begenadigd drummer. Oh. Cristiano Ronaldo hield in de tijd wel van een spelletje bingo. En David Beckham die gaat al eens schermen met Will Smith en Tom Cruise. Ja. Kunnen wij niet zeggen, hè? Nog Will niet. Smith en Tom Cruise, ja. Dat zijn mannen. Ze hebben wel een vliegtuig nodig in deze tijden. Will Smith en Tom Cruise, ja. Ja, waarom? Dus zeer speciaal. En dan nog eentje dichter bij huis. Glenn Verbaal. Pascal Renier. Ah, was hem dat? Dat is hem. Ah, ja, okay. Goeie voorzet. Ja, dat is die fichenbakje. Ja, dat kan van ver, maar het komt dan toch nog. De R zit redelijk achteraan. Hè. Dus het is maar dat is sneller. Een SSD-schijf is sneller dan een draaiende schijf. Ah, ja, oké. Voilà, kijk. Dat is dan duurder ook. Hebben we ook nog Glenn Verbouwheden die alpakas verzamelden of lama's verzamelden. Ja. Heeft hij ooit iets bij u verteld in Studio 1? Dat zou 1, kunnen, denk ik. Dat is ook de man van de... Die gaat liggen op de bal, hè. Ja, ja, een verbouwhedeke. Ja, of een Courtois. Die durft daar ook wel. Ja, maar niet zo ver. Nee, niet zoals Glenn Verbouwheden. En ook Latke Trapp was ook zijn specialiteit. Ja, hij heeft dat ooit gewonnen in extra time. En heeft hij dan niet een dubbele finale gespeeld tegen de broer van Raoul Lambert? Ja. En verloor, denk Lambert. Ik, Erik Lambert. Ja, maar die Erik Lambert die had zich aangemeld. Ja. Ja, ik kan dat beter. En die hebben dan live tegen elkaar gedaan. Ja. En Erik Lambert heeft gewonnen. De oudere boer die ondertussen onlangs overleden is. Hè, ja. Maar het was niet in extra time, het was het programma daarvoor. Studio 1. Oh, Studio 1. Studio 1. Ik heb zoveel programma's gedaan. Sportweek. Weet het nog, hè. Het is toen, hè. Laat ik het trap. Ja. Ja. En de vier lama's van Glimmer Bouw. Of alpakas. Alpakas. De namen. Kent iemand ze nog? Had daar een speciaal regeltje voor? Joske? Nee, George, Jackie, Emilio en Kaje. Hij had die dus genoemd naar zijn hond van Michel Doré heette ook Kaje, hè. Ex-voorzitter van de voetbalbond en Club Brugge. Heeft een spuitje gekregen na het ontslag van Jan Keulen. Ja, de hond werd ooit gezegd. Ja, dat was wel aan want ze moesten die dan ontslaan. Allee. Ik heb dat verhaal al eens verteld, denk ik. Ja, niet hier, denk ik. Nee, oké, okay, niet hier. Ja, maar misschien wel, ja, denk ik. Ik heb de indruk dat ik dat al eens verteld. Ik was dan aan het slapen, misschien. Waarschijnlijk. Dat zou maar Ferreira zat boven al, of zoiets. Ja, Frankie van der Elst heeft dat verteld. Ah, Frankie van der Elst heeft dat verteld. Ja, dat zou kunnen. Ik heb dat ergens gehoord, hoor. We gaan hem binnenkort nog eens uitnodigen. De Fox. Gaan we zeker. Wat denken we daarvan? Beste reizigers.
reizigers spoorverandering. De trein... Oh my, mijn auto! Als zij spelen, speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met mate. Frank, jij zat dit weekend op zijn rij. Jazeker, Janko. Wat was dat? Ja, dat was niet goed gedraineerd. Het had natuurlijk stevig geregend. Want ik ben nadien, na die wedstrijd, toen het tijdens de wedstrijd regende, nadien een uur lang heeft het echt gestroeld, zoals wij ook wel eens zeggen in Antwerpen. Dus dat bleef maar komen. Iedereen reed nog 60, 70 per uur amper op de autostrade. Er is veel regen uitgevallen, hè, voor de match ook. En ja, zo'n veld, Serein is al niet de rijkste club van België. Het kleinste budget in de hoogste klasse. Ongeveer 7 miljoen euro. Club Brugge 100 miljoen, zou ik even tussendoor zeggen. En ja, die hebben ook maar 1100 supporters gemiddeld als kijkers. En het is daar echt, ja, dat is derde provinciale. Nee, je kunt dat niet anders zeggen. Zo'n club kan overleven. Enkel als satellietclub, denk ik, van Mes. Ja. En zo van die dingen. Maar ja, hé, want daar wisselen ze ook vaak van spelen. Maar dat veld, ja, die flanken. Nusa speelde dan eens. Hé, ja. Het Noorse wonderkind van Club Brugge, 17 jaar ook. Stevige jongen, moet ik zeggen ook al. En die heeft wel iets, maar die kon die dribbles niet doen. Want die blijft altijd maar hangen. En al de ballen gingen ook naar die flank. Was heel merkwaardig. Maar ja, dat kan gebeuren, hè, dat een veld onder water loopt. En als je daar niet de middelen hebt om dat allemaal te regelen. Maar je zag dat eigenlijk niet voor de match. Nee? En ze hadden daar zowel waterputten geboord om dat water te doen weglopen. Maar dat was vrij lang voor de wedstrijd toch nog. Ja. Maar, zo van, maar dan begon die match en dan al die pollen gras vlogen eruit. En nee, het was op bepaalde plekken niet te combineren. En dat was lastig voor een ploeg als Club Brugge, die, wat was het, 85% balbezit ongeveer had. Ja. En dat veld is zeer smal ook, hè. De 16 meter. Zoals Westerlo, daar is het ook vrij smal. Ja, maar Serein is nog smaller, denk ik. En, dus dat maakt het moeilijk voor de balbezittende ploeg. Ja. Maar toch, ja, uiteindelijk. En ze brengen daar dan Scoffolsen nog in. En dan zie je toch wel dat hij kan voetballen op het einde en zo. En ook, ja, Lint Outdoor. Die kreeg wat stampen op het einde. Die kreeg daar een paar doefen in 10 minuten. Ik denk, oeh, welkom in eerste klasse. Ja, dat is natuurlijk, je moet daaraan wennen. En dat is ook een beetje bij die andere lichtmannen van, oh ja, dat is echt toch anders dan bij de U21 of zo. Maar hij viel wel zacht, gelukkig, hè, doordat het geregend had. Het was heel zacht, dat heb ik ook verteld. Ja, daar weet ik het zeg. Over het veld nog, die boormachines. Lars, jij hebt sinds kort ervaring met een overvloed aan water in je lek in de keuken. Ja, is dat normaal? Ja, je dacht dat ik ermee aan het lachen was 2 weken geleden. Nee, nee, helemaal niet. De kraan lekte, hè. Maar dus ik heb iemand moeten doen komen. Die, een loodgieter, zoals ze zeggen. Die is eerst geweest, komen, dan is de gespecialiseerde firma geweest. En die doet dan lekdetectie. En het grappige is, mijn verzekering had een aantal bedrijven voorgesteld van kijk, die doen dat, anders moeten die eens laten komen. En op een van de sites van die bedrijven, die had zo'n soort portfolio met wie zijn wij, wat doen wij, weet ik wat. Foto's dus. Ja, een beschrijving van dit en dit hebben we gedaan. En er was één bedrijf bij dat dus 4 kon uitpakken met het feit dat ze aan lekdetectie hadden gedaan op het veld van KVC Westerlo. Allee. Dus ergens moet die veldverwarming kapot geweest zijn en moet al het warm water weggelopen zijn. Wel, ik heb ze toch niet doen komen. Nee? Nee. Nee? Nee. Hey, niet die van Westerlo, ik heb een andere gepakt. En nu alles opgelost? Ja. Okay, is de huwelijkscrisis bezworen? Ik ben niet getrouwd, dus... De relatiecrisis dan? Ja, min of meer. Ja. Min of meer, okay. Min of meer. Zo straks voor. Na de aflevering. Zeg, Jair Emtjouk, die gaf 2 assists voor Club Brugge tegen Serein. Dat was 0-2. Ja. Was die nu zo goed, Jair Emtjouk? Ja, natuurlijk. Dat is op Serein, een klein veld, veel water. En ook, ja, die beweegt wel, die is sterk. Ja, hij wou echt wel scoren. Ik voelde dat wel, dat er zo'n beetje frustratie toen hij eraf ging. Want hij is dan ergens laat in de wedstrijd vervangen. 70, ja. En, maar ja, dat is... Ja, 16 miljoen mag het ook wel, hè. Ik bedoel, dus dat is dubbel van het budget van Serein op een jaar. Maar dat is toch, ik vind dat wel een goeie. Ja, voor België, zeker en vast. Natuurlijk, als je bij Benfica afvalt, dat is jammer. Maar het is wel, ik vind dat wel voor België zeker bewegelijk. Hij heeft toch in zijn beste seizoen bij Gent, het laatste zeker, toch wel 20 goals gemaakt. Ja. Okay. En assist, ja, hij geeft ze wel. Hè. Ja, dat is waar. Hij staat er op de juiste momenten. Ik vind dat wel een goede speler. Ja, Zou hij spelen morgen, importen? Ja, ik weet niet. Zo wat deed het eigenlijk. Hij kent het Portugese voetbal. Ja, dat is waar. Maar ja, Porto deed het toch niet slecht tegen Leverkusen, vond ik. Wie? Soa. Nee, maar Soa heeft één groot probleem. Die scoort nooit.
Want hij heeft dus in al zijn matchen, ik heb dat eens bekeken, in geen enkele competitie heeft hij ooit gescoord voor Club Brugge. Ook niet in zijn eerste periode. Nee, dat zou goed kunnen. En bij AZ ook nul, hè? Nee. Dus ook niet veel. Aanvallende sector actief is, ja. Is dat, ja, vind een goede speler, loopvermogen, hardwerkend. Maar ja, af en toe mag je wel eens een goal. Hij heeft wel 2 assists al dit seizoen. Maar al bij al is dat toch heel weinig. Ja. Te weinig om... weinig beslissend. Maar ik denk dat hij wel opnieuw zal starten, want als Yaremchuk dit weekend nog 75 minuten heeft gespeeld, geen ideale voorbereiding, ja, het ook. Ja, maar ja, met wel. Die staat er ook, want die werkt hard. Hè. Ja, natuurlijk. Ja. Maar zal die tijd ook geven? Ja, zo wel, oké. Maar ja, Lang is natuurlijk oud. Buchanan is nog altijd oud. Ja. Ga je al in Porto geweest trouwens, Frank? Ja, een keer of 5, 6, 7. Ik ken dat niet juist. Ja, en ook voor het EK. Hè. In 2004 ben ik daar vrij vaak geweest. Ja. En ja, met Porto, ik heb daar nog... Porto-Napels herinner ik mij zeer goed. Met De Voer aan de ene zijde en Dries Mertens aan de andere zijde. Ja, en ik heb die dan na de match samen geïnterviewd. En dat mocht niet van de UEFA. Ik was het interview al begonnen. Ze hebben dat onderbroken, maar dat staat blijkbaar. En dat klopt. Ik heb dan nadien heb ik dat opgezocht. Je mag geen spelers van 2 verschillende ploegen, allee, tegenstanders op dat moment, tezamen interviewen. Dat mocht niet. Allee, en dat interview is onderbroken door een mevrouw van de UEFA, van het team, die dat organiseren. Nee, mag niet. Die zouden dan kunnen vechten of zo zeggen. Maar dat zijn goede vrienden natuurlijk, want die kennen elkaar. En dat interview, ik moest dan opnieuw interviewen, maar apart. En hebben we dat dan door elkaar gemonteerd ook echt? Nee. Dat gaat eventueel, maar samen was leuk, want dan spelen die op elkaar in. Dat mocht niet. Dus dat zijn zo van die domme dingen van de UEFA-organisatie. Je mag ook nooit rellen in beeld brengen. Hè? Of strikers of strikers. Mensen die het veld oplopen. Wat, als dat staat in de contracten, dat je dat niet in beeld mag brengen. Ook als er daar echt gevochten wordt of zo. Terwijl dat eigenlijk censuur is. Hè? Ja. Maar ik vond dat zo typisch voor de, die leidinggevende. Tips voor UEFA, ja. Ondertussen gebeuren daar allerlei andere zaken die niet kunnen. Bij de UEFA zelf eventueel, maar dat mag niet. Je mag niet De Voer en Mertens samen interviewen. Echt waar, dat was zo paniek. En aan die moment, ik het gaan opzoeken, staat er wel degelijk. Het staat in uw reglement. Belachelijk. Als dat bijvoorbeeld. Een anekdote. Was dat. Er zit weer voor. Maar die van de lavabo vond ik ook wel goed. Die van wat? Van jouw lavabo toestand. Het mag toch ook ergens over gaan, Frank. We blijven mensen. Dingen des levens, niet onbelangrijk. Lars, jij bent een grote liefhebber van de betere bieren, maar kunt je ons ook iets vertellen over Porto? Heel zoet, hè? Niet allemaal, hè? Madeira, wat vind je van Madeira-wijn? Lekker. Dat is wat bitterder. Zo. Ja. Je hebt ook nog sherry. Maar vroeger was dat allemaal in de mode, maar dat is er wel wat uit. Hè. Nu is het allemaal gin tonic en zo. Dat is hip, GT's. Maar of Porto, dat is hoeven na het eten, niet voor het eten. Degustief. Dat is geen goede aperitief. Nee, ik heb eens een paar klandingsjes opgezocht. Ik zal er het belangrijkste uithalen. Goed nieuws voor de supporters van Club Brugge. Want in Porto, in het centrum van Porto, is er een Gulden Draak bierhuis terug te vinden. Dus het Gulden Draak bier van in België. Het stadion heet ook Stadio de Gale. Ja, ik merk een rode draad. Draak. Ja, waar komt dat eigenlijk, die draken? De Dragao. Dat is een lang verhaal. Hè. Dat is een koning die ooit een burgeroorlog gewonnen heeft. Tot een einde. Ja, ik weet het echt. Dus ik dacht het niet voor te lezen, maar ik zal het toch maar doen. En hij heeft om de draak als symbool van onoverwinnelijkheid en strijdvaardigheid heeft hij het wapenschild van de stad geïntegreerd. Oké. Okay. De man was trouwens ervoor keizer in Brazilië. Vroeger liep dat allemaal zo wat door elkaar. Ja, maar hij heeft wel zijn hart gegeven. King Charles is ook van Canada en van Australië koning. Ja, dat is toch nu bevestigd. Hè. Ja. Dat we het daar nog niet over hebben gehad. De Queen. Guinea en zo, dat is allemaal van hen. Dat is eigenlijk van hen geweest. Ja. Ja. Dat is gewoon buiten verblijf. Hij is nog altijd koning van. Dat is echt zo uitgeroepen nu. Dat is toch zot eigenlijk. Ja, zeer vreemd. Straffe toeback. Het gemene beste. Misschien nog kort. Maar in Porto is er ook nog een mooie stalen brug, hè? Ja, klopt. En door wie is die ontworpen? Een leerling van Gustav Eiffel. Eiffel zelf, dacht ik. Ah, nee. Een leerling is het. Ja. Oké, sorry. Nee, is niet. Dat hadden we niet gedacht, hè. Ik kan hier weer eens uitpakken, maar niks. Nee, het is niet een Eiffel. Een leerling, dus dat zie je dan wel. Maar een goede leerling wel. Die heeft goed opgelet. Het lijkt echt toch wel op de Eiffeltoren. Het is een brug natuurlijk. Het is plagiaat eigenlijk. Alles een half. Als Eiffel er even nagekeken, zal dat wel mogen. Maar Eiffel vond dat goed, hoor. Nog kort iets sportief over Porto. Misschien nog wel goede nieuws voor Club Brugge, want middenvelder Ottavio, toch
een van de sterkhouders bij Porto, die is geblesseerd. En Mehdi Taremi, de spits, die is geschorst. Ik lees dat vandaag. Ja, dat lees die, ik lees die krant gelezen, ook. He? De naam is gevallen. Ja. En, het nieuwsblad. Taremi gaf dit seizoen al 3 assists en scoorde al 6 keer. Dus dat is toch een kleine aderlading voor Porto, denk ik dan. Ja. Pepe gaat er wel bij zijn. Het is een beetje de Neymar van Porto. Zo Neymar zou ik kunnen cijfers, zeggen, ja. Straf, hè? Fenomenaal, ja. Wat is 10 goals en 10 assists, allee, ongeveer. Ja, kan er eentje naast zijn. Dus, hij is onstoppable. Ja, Pepe is erbij. Dus onstoppable, dat is zoals de pombak van Lars Godot, een beetje eigenlijk. Dat is onontstoppable eigenlijk, is dat eigenlijk. Maar bon. We hebben het nu al over Anderlecht en Club Brugge gehad, maar ik heb die twee ploegen dit weekend aan het werk gezien in dezelfde wedstrijd. Next. Niks. Inderdaad, ik ben naar de belofte gaan kijken in 1B. Okay. Was dat een straf of... Nee, ik heb daar eigenlijk zelf aangeboden. Interesse. Ik stond nergens op de planning. Ongezonde interesse. Voor een wedstrijd, dus ik heb gezegd van, ik wil wel eens gaan kijken in 1B. Initiatief, goed. En waar was het? Een plusje op het rapport. Ja. Het was in het Koning Boudewijnstadion. Ja. Den Heizel. Den Heizel. En hoe was dat? Want... Veel volk. Ja. Ik heb ze niet geteld, maar ik gok, ik schat, een man of... Minder dan bij Coldplay. Ja, 600-700 of zo, zal het geweest zijn. Er was 1 tribune open en er zat wel wat volk. Maar ja, veel sfeer is daar dan niet. Dat zijn dan voornamelijk, dat zijn ouders en vrienden. Kunnen misschien nog een groter stadion opzoeken. Ja, het is dat. En hoe was België de match? Hoeveel was het eigenlijk? 1-1. En wellicht ironisch, je gaat dan kijken om eigenlijk jonge talenten te spotten. Wie maakt de doelpunten? Lennart Mertens voor Club Next en David Hubert voor de RCA Futures. David Hubert. Ja, de twee meest ervaren mannen op het veld. Aha. Maar wel, wat je wel hebt, je ziet wel goede voetbal. Want dat zijn wel allemaal, zoals je er juist zei, over de A-ploeg van Anderlecht, die jongens die kunnen voetballen en zo. Die bal gaat, hè. Die zijn deftig opgeleid, die hebben een goede techniek. Een paar toffe spelers gezien. Veld. Ja, dat is waar, veel ruimte. Ja. Bij Anderlecht is Enyok Agye opgevallen. Een type Julien Duranville. En een nieuwe op links. Die Duranville is er nog maar net. En we spreken al over dat zo wel eens de nieuwe Duranville. Nee, zijn plekje gekomen en gedaan in dat. Een type Duranville, zo dezelfde stijl een beetje. Okay. Dezelfde positie ook. Doku, is ook nog een voorganger. Doku. Ja. Eigenlijk is Duranville de nieuwe Doku. Ja, zal die mee naar 2K gaan? Doku, altijd geblesseerd. Zal hem wel eens moeten spelen, denk ik. Okay. En hoe was de match? Gewoon goede voetbal gezien eigenlijk. Vooral van Anderlecht. Dat was toch de betere ploeg. Die een nieuwe ref van Barcelona is gekomen, Moussa Ndiaye. Je kan links achteraan of links op de flank spelen. Wel echt goed. Wel bij de belofte, moeten we erbij zeggen. En bij Club Brugge veel... Dat is de nieuwe Sergio Gomez dan. Dat zou het ook kunnen zeggen. Speel, ja, zeker. Ook Stef. En bij Club Brugge viel Shion Homma op. Dat is een Japanse middenvelder van 22. Oké, 22 al zeg. Dat is vrij oud voor bij de belofte te spelen. Ja, inderdaad. Maar ja, ik vind wel... Jammer dat er zo weinig sfeer was. Maar anderzijds, als journalist is het wel leuk om daar naartoe te gaan. Want in tegenstelling tot bij de UEFA of in de Jupiler Pro League, kunnen er wel nog heel makkelijk spelers spreken. En dus parkeerplaats ook makkelijk. Ja, je kon gewoon voor de Heizel parkeren. Nooit meegemaakt. Voilà. Maar je kon gewoon na de wedstrijd naar de speel roepen van kom de gijven, kon je wat vragen stellen. Dat kan in 1A niet meer. Hè. Dan moet je eerst een WhatsAppje sturen naar de perschef. En, mag die komen? Want die heeft 3 goals gemaakt. We gaan de linksback sturen. Ja. Dat was nu niet het geval. Nu kun je gewoon spreken wie dat je wilt. Misschien moet je dat niet te hard promoten, want gaan ze ingrijpen nu. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. Ja, Le Point, die ging ook bij een lofteploeg spelen. Christophe Le Point. Maar die speelt nu best. Maar die heeft dan toch gekozen voor echt voetbal. Ja, waar werd hij genoemd? Bij Standaard, denk ik. Ja, bij Anderlecht Standaard. Dat is wel een... Om daar als ervaren man, zeer ervaren man, die heeft al elke seconde gespeeld dit seizoen, 37, dat is toch wel straf. Gillet ging dat eigenlijk ook. Gillet ging dat ook, dan helemaal doorgegaan. Ook, die is assistent, die was er ook. Die kwam kijken naar de belofte van Anderlecht. Guillaume. Guillaume, okay. Gillet. Ja. Prachtige goal gemaakt ooit, hè, voor een nationale ploeg. Serieus? Een schot van buiten de 16, een zeer belangrijke goal. Kwalificatie en zo. Ja. Okay. Zoek maar eens op. Ik ga het zeker eens doen. Zal het opzoeken. Ja. Guillaume Gillet, doelpunt nationale ploeg. Nee, maar ik vraag mij alleen af, waarom moet dat op Den Heizel zijn? Kunnen dat niet ergens op een kleiner stadion gaan spelen? Waar dat ook nog eens gebruikt, is? Zeker. Of, Die mannen kunnen dat wel zeggen dat ze in de douches van de Rode Duivels hebben gestaan, natuurlijk. Als het er later niet meer van komt. Ik heb daar ook eens ooit gedoucht. Met of zonder rooster. De lavabo Ik dacht van, kom, we gaan langs daar. Nee, we moesten daar spelen tegen de provinciale jeugd van Anderlecht. Maar dat is dan zo naast de IJssel. Met welke ploeg was dat? SK Beersel. Ex-ploeg van Stefan de Mol. Met zijn zoon was dat toen. Maar jij niet de nieuwste? Stefan de Mol zo'n beetje? Vooral na de wedstrijd. Dat is de nieuwe Stefan de Mol. Ja.
Nee, een waterhechter. Okay. Guillaume Gillet. Ja, ja, dat heeft hij. Dat is ook hij heeft dat. En hij heeft inderdaad gescoord tegen... Een belangrijke goal, hè? Kroatië. Ja, Kroatië was ja, een hele mooie goal. Was het mooi? Ja, ik kan ze niet even kijken. Ik zit op transfermarkt binnen bij 1. En zullen we Frank op zijn woord geloven? Ja, dat is echt prachtig. Ja, dat is de 1-1. Dat is onlangs, 10 jaar geleden of zoiets. Welke datum was het? 2012. Dat is 10 jaar geleden. Dus dat is welke datum? Amai, 11 september. Dank dus daarna. Dat is die... De handen gaan hier Frank de lucht 53, in. Ja, dus... 1 jaar geleden, is toch waar? Ja, dus jij werkt wel echt nog heel goed. Zeer, ja, maar is wel dat. Ja. Zeer knap. Kevin De Bruyne mocht toen nog invallen, zeg. Ja, maar dat is die periode. Voor Dembele. Dat is een van de laatste keer dat hij heeft mogen meedoen, Gillet, maar dat was een heel belangrijk doelpunt. Ja. Ja, ja. Kijk, merci, Guillaume. Dat is wel een encyclopedie dat we erbij hebben. Daarvoor hebben we Frank. 10 jaar geleden, ja. Het is dat, ja. Goed, dan denk ik dat we helemaal mee zijn en dan kunnen wij overgaan naar het volgende. Oké. Niet? Dat is meestal het volgende, komt dat naar het volgende. Ja, dus... Zeg het maar. We hebben Frank in de studio, dus wat wil dat zeggen? Ja, dat de volgende rubriek FC Raals is. En dat Frank ons kan vertellen wie zijn... aan de linksback, denk ik. Linksachter is. FC Raals. Mogen we even opnoemen misschien voor de luisteraars die niet altijd luisteren? Ja, Conejo in de goal, Costa Rica. Ja, klopt. Rechtsback Manfred Kautz. Dan centraal Passarella. En Laurent Verbist. Verbist wel rechts en Passarella links. Ja. We spelen gewoon 4-4-2 of 4-3-3. Maar ja, en dus, middenveld, daar ben ik nog niet uit. Oké, dat snap ik. Want die zijn nog niet bekend hè, bij de luisteraars. Dus. Ook niet bij deze podcast. Ja. Bij mij enigszins. Ik ben nog met mezelf in twijfel en in gevecht. Maar links zal het iemand anders zijn. Dus, Roberto Carlos? Nee. Rustig en makkelijk. Carlos ook niet, Marcelo. Nee. Ik blijf in België. Het zullen twee spelers zijn van het elftal van Belgische nationaliteit. Okay. Verbist en ook de linksback. Mark Baken. Mark Baken, ja, van fantastische voetbal, ja, van Beveren. Meer dan 300 matchen in eerste klas toch. En 2 keer kampioen. Hè. En fantastische linksback, ook gespeeld in 1982, de openingsmatch tegen Maradona, hè, dus tegen Argentinië. Mm-hmm. En 4 van de 5 matchen daar gespeeld. Hè. Ja. En uiteindelijk niet zoveel international geweest, maar echt wel, die hadden lijf, die stond er, was niet de grootste, maar heel... geblokt, stevig. Koestel. En kon enorm voetballen. Je kon die niet voorbij, maar die voetbalde ook goed mee. Ging echt waar, echt een zeer ondergewaardeerd talent. Hij verzorgde zich niet goed, dat is bekend. Hij heeft dat ook allemaal zelf wel verteld. In zat hij ook niet in de kleedkamer? In de kleedkamer. Ja. Hij heeft ook een beenamputatie gehad door een infectie. En, maar ja, hij leefde graag, hij dronk graag. Sigaretje, man is ook al overleden. Mm-hmm. En dus echt, ja, ik vind zo'n beetje postumen. Een eerbetoon aan Mark Baken, die kon enorm voetballen. Dat was ook een goede ploeg, die waren kampioen. En rechts stond Eddy Jaspers en zo, en centraal in de defensie. Paul van Genichten en Freddy Buijl, dat waren ruime dertigers toen al. En van Genichten is in zijn carrière nooit over de middenlijn geweest. Dat wordt zo. Die is zo, ook al overleden. Maar Freddy Buijl en Eddy Jaspers rechts was ook een goede vleugelbak, maar Baken had nog meer. Dat was echt een hele goede voetballer. Kunnen die vergelijken met iemand vandaag? Dat is ongeveer... Nee, ik ga, want je hebt die backs zoals ja, Borkelmans vervoerd. Ja. Borkelmans zeggen, die lijn afgaan ook heel goed. Hij deed dat ook wel, maar had een ander tempo. Was niet de allersnelste. Mm-hmm. Maar ja, enorm gevoel voor positie en balgevoel ook. Ja. Maar die mensen die met hem gevoetbald hebben, die zeggen, ja, die konden niet voorbij. Dat is zo, ja, die stond altijd juist. Die was altijd op het juiste moment daar. Mm-hmm. Maar hij verzorgde zich niet. Hij gaf dat ook toe. Hij dronk graag. Hè. Dus een sigaretje hier en daar. En dan nadien die infectie. En zijn vrouw is ook vrij ongestorven. En hij is zelf ook al overleden. Hè. Drinken en roken, dat was in die tijd natuurlijk wel geen uitzondering. Maar je kunt natuurlijk wel helemaal deuven. Maar ik bedoel, het heeft geen zin om dat nog te gaan uitspitten. En zo, maar nee. Hij heeft er niet voor geleefd. We hebben daar net de mol genoemd. Die is dan later ook... Maar hij deed dat al tijdens zijn carrière. Echt wel. Hè. Dus dat was echt... Maar ja, en pas op, de 2K in 82, daar moest je wel verzorgd zijn. Hè? Ik bedoel, je moest dat wel ook. Het is niet dat ze toen niet liepen hè, of zo. Hè? Ik bedoel, nee, dat was echt een goed talent. Gewoon basistalent. En ja, gewoon een goede gast ook, zo. Humor. Maar ja, het is een beetje slecht gelopen nadien. Maar ik wou hem toch dat eerbetoon nu geven. Echt wel een hele goede voetballer. En
Ik zet maar twee Belgen in mijn elftal, ja. En als je daar dan bij hoort, is dat een hele eer. Een hele eer. Ja. En verpist, ja, verongelukt. Allee, het zijn dan twee een beetje tragische voorvallen en gevallen, maar wel twee enorme talenten. Ja. Baken heeft wel zijn carrière vrij vroeg moeten afsluiten door ziekten en dit en dat, maar... Ja. Dus de tweede en laatste Belg is Mark Baken. Ja, en in het middenveld worden het af en toe toch grotere namen. Oké. Okay. Okay. Dus Frankie van der Elst moet niet meer hopen op een selectie. Nee? Frankie van der Elst. Nee, die is er niet bij. die kan het schudden. We zullen hem dat bij deze laten weten. Het is de Wikipedia-pagina van Mark Baken erbij gehaald. Hij is na zijn voetbalcarrière nog gaan werken bij een stookoliehandelaar en nadien in een aluminiumbedrijf. Baken. Zo was hij in de tijd. Ja, spelers waren ook Jean Janssens bijvoorbeeld, die stond ook mee op die linkerflank ongeveer. Ja, die is schouder schoon geworden. Jean Janssens, dat is hem 36 of zo was. Hè. Zoek het eens op. ja, maar dat was, pas op, die ging nog werken overdag aan de dokken en zo. Hè. Ja, niet dat je dan zware gewichten tilde. Maar tja, Paul van Genechten was bij de brandweer geloof. Freddy Buijl, die werkte ook. Ja, die deden nog allemaal iets. Hè. Middenveld was dan Schoenberger. Wim Hofkes, Schoenberger, die kon voetballen. Ja. Wim Hofkes ook een hele goeie. Hij is dan later nog Europees kampioen in het KV Mechelen geworden. Ja. Heeft ook bij Anderlecht gespeeld, bij Beerschot. Dat was het Beveren dan tegen Inter en tegen Barcelona speelden. Ja, Inter, die heb ik allebei live gezien, die matchen. En ja, die schakelde Inter uit. Hè. Na het werk allemaal. Stevens. En nadien wel tegen Barcelona eruit gevlogen. Ja. Maar het was Barcelona met Hans Krankel nog. Die kan ik misschien met een ploeg zetten. Hans Krankel, nee, die valt er net naast. Nee. Dus, en? Op zijn 35ste. 35. Jean Janssens, de gouden schoen. Ja, sorry, Jean. Niet alles kan juist nee, zijn. Nee, maar op 35ste gouden schoen. Het heeft tot 2000 geduurd voordat hij van de troon gestoten werd als oudste gouden schoenwinnaar. Is er nog een tot wanneer? Tot 2000. 2000? Nee. Toch niet zo moeilijk, hè, mannen? Een oudere speler die gouden schoen geworden is. Allee. Ja. Allee. En welke ploeg? Niemand. Anderlecht. Allee, ja. Ja, Anderlecht. Zitterberg? Nee. Niet. Niet. Allee, kan niet, hè? Anderlecht. Nee. Ja, nu, dat eerste de eerste letter van de voornaam? De eerste letter. Over 1853 moet je hem alles vragen, maar 2000? Allee? Nee? Ja, het verdrag van Westfalen. Nee, Lorenzo Stalus. Tuurlijk. Ah, was die Lorenzo Stalus, die was ouder, ja. Lorenzo Stalus, was die ouder? Dat die kan toch ouder. Niet? Blijkbaar. Zoek daar ook maar eens op. Wikipedia. Ik zal het dan eens opzoeken. Ouder? Die was 36 jaar. Ja. Als die gouden schoen werd? Dat kan niet. En hoe oud was Lior Efeilov? Hij is geboren in 1964. Maar dat is nu nog geen 36. was hij 36? Lorenzo Stalus. Zeg, mannetjeske Mirmel, mijn werk, hè? Ja, veel opgezocht al vandaag, de Lars. Ja, echt ongelooflijk. Ja, het zou kunnen, maar dan... Nee, daar kan ik niet opkomen. Nee, ik ben aan het inhoud als Lior Efeilov. Dat kan ik misschien eens opzoeken. Ja, jongens. Ja, het is zo. Maar dus tot 2000 was Jean Janssens de oud. Ja, we gaan dat straks toch nog eens we gaan dat straks rustig bij Jean Janssens. En we gaan de mensen al laten weten op onze social media. En dan gaan we ondertussen over naar onze afsluiter. Of naar het volgende, zoals u wil. Normaal vragen wij in onze afsluiter wat er vandaag in de krant staat. Vandaag gaan we dat eens niet doen. We hebben hier Frank... Remco Evenepoel, denk ik, vandaag in de krant. Die zou wel eens ter sprake komen in de krant. Maar ik had misschien een vraag voor u, Frank. Hoe staat het met uw documentaire over het Heysel-drama? Want die komt binnenkort op televisie. Ja, die is nu in volle afwerking. Morgen moet ik nog een stuk gaan inlezen. Ja, okay. Dat is ook met tekst en zo. En ik moet niet zoveel inlezen. En ja, dat zijn 3 afleveringen. Uh-huh. Beginnen eind september, ik denk 23 september, op vrijdagavond op Canvas. En dat wordt dan ook nog eens heruitgezonden op 1 de zondag nadien, dus de 2 dagen later. Amai. En het is een aflevering over Italië, eentje vanuit Turijn, zou ik maar zeggen, en eentje over Liverpool, de visie vanuit Engeland, en dan ook nog een Belgische visie. En wat, oh, dus, dat is wel interessant opzetten eigenlijk. Dat is een, Italië, Engeland, België. Okay. En ik ben in Turijn geweest en ook in Liverpool om daar dingen op te nemen, interviews en zo, en... beelden en eraan schieten, uiteraard. Wie zijn dan de mensen die je zo voor de camera krijgt? Ja, allerlei getuigen van toen. En, ook spelers en zo dan? Ja, die lopen niet zo dik, maar er zijn er wel. Ja, van Juventus onder meer. Ja. Ik kan nu niet alles verklappen. Want, niet? Ja. Nee. Ene naam ze? Vignola was invaller toen. Die zit er zeker in. Maar ook veel mensen die er waren. Want het probleem
veel mensen in dat stadion wisten niet wat er aan de hand was. Hè. Nee. Ik was daar meegegaan naar het stadion samen met Jan Wouters, die toen het verslag voor de radio deed. Ik ging mee, stand-by was ik eigenlijk, voor als er iets zou gebeuren. En er gebeurde wel degelijk iets. Eens, maar het was vrij moeilijk te zien vanuit de hoofdtribune, de persplaatsen. Links onderaan was blok Z, vak Z, en daar is het gebeurd. En het heeft maar 7 minuten geduurd, hè, dat drama. Hè. Want dus wat is er eigenlijk voor de jongere mensen? Het was de finale van de Europa-beker voor landskampioenen tussen Juventus en Liverpool. Toch toen ongeveer de twee grootste teams van Europa en van de wereld, zeg maar. Want Liverpool was ook titelverdediger. Dat was toen een enorme ploeg. En België organiseerde dat, maar was er eigenlijk niet op voorzien. In dat stadion was zeer versleten. Was tot op de draad eigenlijk versleten, het Heijzelstadion. De betonrot en zo, en stukken beton die loshingen. En de ticketverkoop was ook op vrij amateuristische wijze gedaan. En ja, er waren veel te veel mensen. Het was ook een heel warme dag. Het was in mei 85. Mensen waren, was ook geen controle op niks, dat marcheerde niet. België was dat ook niet gewend, kenden ook geen hooliganisme. Want het waren ook eigenlijk geen hooligans die dat gedaan hebben. En op een bepaald moment zijn supporters van Liverpool beginnen dingen gooien naar die van mensen in blok Z. En daar moesten eigenlijk neutrale supporters zitten. Maar omdat er veel Italianen familie hebben in België, zat dat eigenlijk vol Italiaanse supporters. En van de 39 slachtoffers die er uiteindelijk gevallen zijn, waren er 32 Italianen. Hè. Oh man. En die begonnen te gooien. Die hebben ook een soort charge gedaan. Maar die mensen zijn beginnen panikeren en hebben zichzelf eigenlijk versmacht, verpletterd. En ik ben toen naar beneden gelopen vanuit de eretribune om te gaan kijken. En een fotograaf kwam naar mij toegelopen, Philippe van der Velde. Ik zal het nooit vergeten. Mensen is al overleden. Die zei, er zijn 50 doden, zei hij. Ik zeg, wat zegt hij nu allemaal? Want wij hadden dat eigenlijk helemaal niet door. En ik kwam daaraan en daar lagen echt al dode mensen onder witte lakens. En zo. Dat was allemaal zeer snel. Dat echt gezien. Ja, dat was de eerste keer dat ik dat een overleden mens... pas op, want die hadden nog in volle kleur. Hè, dus die waren nog niet bleek weggetrokken. En daar hadden overal schoenen. En dat was dramatisch. En ze zijn allemaal in een stroomversnelling geraakt. Paniek en chaos. Want toen was er nog Rijkswacht en politie die ongecoördineerd bijna door elkaar, brandweer. Allee, dus, en dat is het Heijzeldrama. 39 doden uiteindelijk, gevallen. En die match is uiteindelijk ook nog gespeeld, anderhalf uur later. Niet de grootste schande van die dat is een enorme schande, maar als ze dat niet gedaan hadden, weet ik ook niet wat er gebeurd was. Als je zegt, ga nu maar allemaal naar huis. Toen waren er ook nog geen gsm's uiteraard. Nee. En veel mensen, ik ken mensen die daar waren, die naar huis zijn gegaan na de match en die pas thuis hebben vernomen wat er allemaal gebeurd is, terwijl dat live op tv was. Hè. Nee, je hebt geen Twitter waar dat je niet eens kunt volgen van wel, dit of dat. Dat was wel live op tv, die beelden. Dat is wel serieus gecensureerd door de mixer, want dat was enorm gruwelijke aanblik. Hè. Ja. En ik heb daar dan veel interviews gedaan toen, op die dag zelf. En ook omdat ik daar dus aanwezig was. Mark Uitroeven, die stond daar ook met een cameraploeg op de piste trouwens. Karel Huibrechts was er ook. En er zijn veel mensen geïnterviewd daarover. En dat was wel aangrijpend om dat allemaal opnieuw mee te maken vanuit Italiaans standpunt. En dan nadien Liverpools standpunt. En, want uiteindelijk zijn er zo een vijftiental Liverpool supporters veroordeeld. Eén man van de voetbalbond, Albert Roosens, de secretaris-generaal, omdat dat de hoogste bediende was, was die verantwoordelijk, ook voor de ticketverkoop. Ja. En dan nog één man van de Rijkswacht. Er zijn niet veel mensen veroordeeld uiteindelijk. Hè. Dat is toch zot eigenlijk. Ja. Maar dat die match gespeeld is, dat is altijd zo. Ze hadden dat moeten schrappen uit de annalen. UEFA heeft, dat staat nu gewoon, 1-0 penalty Platini. Dat staat nog altijd zo in de... In de boekjes. En dat is eigenlijk fout. Ze hadden moeten zeggen, we hebben die match gespeeld om verder onheil te voorkomen. Ja. Terecht. Want ik was daar en ik zou niet weten wat er gebeurd was als ze zegt, we gaan allemaal naar huis, want er zijn doden gevallen. Veel mensen wisten het al niet. Wisten de spelers dat? Ja, dat is ook zo. Eigenlijk wisten die dat, maar hoeveel wisten ze niet echt. Ja. Nee. En sommigen ontkennen dat ze het wisten. En Platini, die juicht ook nog echt. Hè. Dus ja, dat vond ik ook wel frappant. Dat is heel vreemd. En die supporters van Turijn, die eigenlijk daar niet zaten, die zagen wel. En die wilden ook chargeren, want dat waren twee hevige supportersclans. En Liverpool heeft niet de naam van hooliganisme. Hè. Nu eigenlijk nog altijd niet. Nee. Maar, dat is uit de hand gelopen. Dronkenschap, jeugdige onnozelheid. En dat is dan echt geëscaleerd.
En, ja, dat is, en ook, ja, ze wilden dan die mensen, die mensen wilden vluchten ook naar het veld, maar die werden dan tegengehouden eerst. Ja, ja, ja. Want op het veld komen, ja, dat is heiligschennis. Dat is, ja, en dat is paniek. Paniek, ja, heeft dat veroorzaakt. Maar die paniek is wel aangestoken door Liverpool supporters. Hè, dus laten we wel wezen. Ja. En ja, daar in Italië, daar in Turijn, ja, nog altijd de boosheid en zelfs de haat ten opzichte van Liverpool daar nog altijd serieus aanwezig is bij. En we hebben ook mensen geïnterviewd die daarbij waren en die, ja, die, ja, het overleefd hebben natuurlijk. Een fotograaf die daarvoor stond, heb ik in Londen geïnterviewd, een Britse fotograaf. En dan in Liverpool hebben ze ook nadien het Hillsborough-drama gehad, waar 97 mensen uiteindelijk zijn gestorven. Pak meer nog. 96. Dus nog altijd justice for the 96. Ja, ja, ja. Want uiteindelijk hebben de supporters zelf de schuld gekregen, maar nu, vele jaren later, 20 jaar nadien, is dan toch gebleken dat vooral de politiediensten in de fout waren. En daar is een enorm monument, of een, ja, een soort plaats waar dat, die mensen worden geëerd. En een soort, ja, dat is, ja, en dat is zeer groot aan het stadion, hè, maar dan, er is ook een klein plakkaatje van het Heysel-drama. Maar dat Hillsborough-drama zit daar veel dieper. En het Heysel-drama, er zijn nog altijd die dat ontkennen. Hè, daar echt, hè. Die zeggen van, daar hebben wij niks mee te maken, dat is de organisatie geweest. Wat ook wel natuurlijk ook wel was. Voor een deel, ja, natuurlijk. De meeste ordendiensten zaten of stonden buiten het stadion, omdat daar ook wel wat relletjes waren, niet veel. En in het stadion was ongeveer niks. Er was een soort kiekendraad tussen die Liverpool aanhang. Dat was alles. En vak Z. Ja, er stonden zo 3-4 man. En ja, die konden dat niet tegenhouden. En dat is dan helemaal geëscaleerd. En de paniek heeft ervoor gezorgd dat die mensen zichzelf versmacht hebben eigenlijk en gestikt zijn. En ja, die beelden zijn hallucinant, verschrikkelijk. Hè? Ja. En ja, no, dat is iets dat mij altijd zal bijblijven. Ja, dat ging, als je nu ook zo relletjes, of rellen zie in een stadion of zo, en je ziet, dan, ja, zie je ook wel die supporters kennen soms naar elkaar toe komen. Door het Heysel-drama, dat is het positieve ervan, is er veel veranderd. Hè? Ja. Heel veel veranderd, hè? In blokken en begeleidingen en zo. En ja, ook de Rijkswacht en politie zijn gefusioneerd nadien. Dat heeft veel met het Heysel-drama te maken, want er was gewoon chaos en de walkie-talkies die niet werkten en zo. Allee, ja, alles wat tegen kon zitten, zat ook tegen. En er was wel veel Rijkswacht en politie, pas op. Heel veel volk. En dan de minister van Binnenlandse Zaken toen, zei ik, Noton. Je werd dan gebeld thuis. En, allee, die moest dat dan oplossen van thuis. Maar dat ging niet. Dat was allemaal zo snel gebeurd. En ja, dat is iets wel op één mens blijft wegen. Ja. Maar ik ben toen blijven werken. En interviews de volgende dag. Ik ben om 9 uur al terug in het stadion geweest, gewoon om eens te zien. En dan lag daar nog altijd vol schoenen en sacoche. Zo. Want de mensen verliezen hun schoenen. Als er zoiets, die mensen willen allemaal naar de zuurstof en naar de lucht. Hè. Die worden echt platgedrukt op hun ribben. Hè. En of, krijg je er nog koud of warm van? En dat lag daar nog allemaal. Hè. Zo allemaal juwelen en vooral schoenen. Dat is me altijd, dat is een beeld dat nog vaak terugkomt. Ja. En ik heb daar op die plek ook al bij Roosters geïnterviewd. Die dus daar polshoogte kwam nemen, zou ik maar zeggen. En die mensen die stond er met open mond en die was helemaal weg. Die was flabbergasted, die was geschokt, in shock. En ja, die heeft nadien in die processen, die mensen zijn echt wel aan kapot gegaan. Ja. Ja. Aan de verantwoordelijkheid die hij daar, ja, toegeschoven kreeg en die hij ook wel had natuurlijk. En was een doodbrave mens, zal ik niet zeggen, maar toch een goede mens. Ja. Ik heb die vaak interviewd. Is ook voorzitter van Anderlecht geweest. Hè. En nadien bij de bond dan zo, ja, de leidinggevende, maar België kon dat niet organiseren in dat stadion. Dat is ook de fout van UEFA geweest om dat stadion goed te keuren. Het stadion was versleten, was op. En ja, daardoor ging dat allemaal los en vast en begonnen ze dan mee te gooien. En, ja, en ook gaten bij de ingangen en zo, daar kon je zo onder kruipen. En daar zat ook te veel volk binnen. En ja, dat was wel wat. En echt waar, de mensen wisten niet, veel wist echt niet wat er gebeurd was, ook nadien niet. Nee. Naar huis, ja, ik heb nog iemand ontmoet die zegt, ja, ik was daar ook. Ik zeg, tja, ja, we zijn na de match naar huis gereden en we wisten wel dat er iets aan de hand was, maar thuis hebben we pas vernomen. Terwijl de mensen thuis het op tv konden zien. Dus dat is toch, de wereld is veranderd. Dus parallel, als we dat nu in deze smartphone-tijd, zou dat heel anders geweest zijn. Ja. Bon, ik ga zeker kijken. Moet ik, absoluut. Ik begin met de Italiaanse aflevering, de tweede. De Britsen heeft mij het meest verrast. Zo. Want Liverpool,
nu nog eens een stad die echt ja, tegenover Londen, is een heel linkse stad, een rebelse stad en altijd afgestoten door Thatcher vooral, Margaret Thatcher, die toen baas was. En Liverpool waren rebellen en dat was een, bij de jeugd was daar werkloosheid van tegen de 100%. Die daar was daar, dus ja... Dat is mij en dat wordt heel goed geschetst, denk ik, in die aflevering. Hoe Liverpool en ja, hoe belangrijk voetbal daar is en zo. Ja. En, nu is die stad ondertussen vernieuwd en de Beatles komen natuurlijk ook uit Liverpool. Maar ja, Liverpool, dat is zo, altijd zo een moeilijk aanhangsel van Engeland geweest, van het Verenigd Koninkrijk. En die werden zo ver mogelijk onder de knoet gehouden door Londen. En ja, die tegenstelling, ja, ik wist dan niet dat dat zo diep zat. En dat is mij wel bijgebleven. En in de laatste aflevering, de Belgische, wordt echt wel het chronologisch verslag van wat er echt gebeurd is gedaan. Een soort reconstructie. Alles wat er is uitgelopen. Ja, en ik ben daar niet... In de eerste twee zit ik mee als presentator-interviewer. In de laatste ben ik gewoon getuige, ja, omdat ik ook aanwezig was. Ik ben ook verhoord door een onderzoekscommissie toen. Er is een onderzoekscommissie geweest, zoals bij Dutroux, zal ik maar zeggen. Is er toen ook een Heysel onderzoekscommissie geweest. En daar ben ik moeten komen getuigen, ja. Amai. Dus, daarom. Okay, ja, ik ben er even stil van, moet ik zeggen. Ja. Ik durf ook al bijna geen reclame meer maken voor onszelf. Maar... Nee, we gaan dat niet doen. Het is niet de moment. Nee, ik wou zeggen. We zijn er morgen ook nog eens met een special over de Champions League. Champions League, ja. Ja, want de Club Brugge speelt tegen Porto en Bayern München tegen Barcelona. Dus daar gaan wij het over hebben. Goed, dan was dit het voor vandaag. Dan zijn wij weer helemaal mee. Bedankt Frank om langs te komen weer. Bedankt om reclame te maken voor uw reeks. Tot de volgende. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leerrijk. Dat mag ook eens gezegd worden. Het moet niet altijd zeven en maar dat Lorenzo Staal is al 36. Dat moet nog dat gaan we ze beter nog een keer checken. Beloofd. Dat laten we nog weten aan de mensen. Oké, goed zo. Goed, merci en tot de volgende keer. Three.